geconfronteerd werden met deze verschrikkelijke ziekte. We zitten in een positie waar dat we meer kunnen doen. En ja, één, we zingen alle twee heel graag. En ja, Kom op tegen kanker is toch iets dat ons persoonlijk ook treft. Want we hebben alle twee ons vader verloren aan longkanker. Ik zei onmiddellijk. Heel veel zieke kindjes en dikwijls toch ook kindjes met kanker. En dat zijn stuk voor stuk kindjes die u bijblijven. De dag dat ik moeder ben geworden, hè, dan ben je dan niet alleen van je eigen. Ik sta voor je klaar. We proberen onze kindjes niet te veel in de publiciteit te brengen, maar nu vonden we het eigenlijk wel een goed idee. Het klopte wel zo. Ja. Van, kindjes voor kindjes. Kinderen. En ons Nanou zegt altijd, mama, we gaan een liedje zingen voor al de zieke kindjes, dan zijn ze niet meer ziek. Nee, ze krijgen ons niet klein. Ja, ook niet klein. Voilà. Nee, ze krijgen ons niet klein. Ik kan dat door. Dat is niet goed, hè, Nanou. Nee. Gekke vaker. We hebben thuis zo'n K3-micro. Dat vinden ze geweldig en met zo'n effectjes op. En dan zitten ze thuis echt, als je ze zou zien, je zou zeggen van, je zou ze eigenlijk niet herkennen. Er zit toch wel veel talent in, vind ik. Ze zien je toch wel goed. Dat hebben ze van u. Nee, ze krijgen ons.